Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nog wel wat wolken boven Nederland, maar de meeste trekken ten zuiden van ons langs. En dat betekent dat het vrij rustig weer is, niet overal droog, want er kan wel een enkele bui vallen. En er is van tijd tot tijd ruimte voor de zon. De lage wolkenvelden die we nog zien, die zijn redelijk vriendelijk van aard. Vanmiddag krijgt de zon wat meer ruimte, ook dan overigens nog wel kans op een enkele bui. Temperaturen 20 of 21 graden, wind uit west tot zuidwest, matig boven land en vrij krachtig, soms misschien nog krachtig langs de kust. Vanavond winnen de opklaringen verder terrein, is het droog op de meeste plaatsen en hebben we temperaturen van zo'n 18 graden. De wind verandert niet of nauwelijks. Morgen is de wind west tot noordwest en matig van kracht. Er kan een enkele bui vallen, maar er is ook zeker weer ruimte voor de zon en de temperatuur wintergraadje, want het wordt 21 of 22 graden. En die temperatuurstijging zet in het weekende door. Zaterdag vooral in het noorden en noordoosten nog een enkele bui, maar in de middag is het vrijwel overal droog. Zondag schijnt de zon geregeld, is het op de meeste plaatsen droog en dan hebben we temperaturen van 25 graden in het binnenland. Maandag verandert er wat dat betreft nog weinig, ook dan speelt de zon een rol. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.